It's all I wanna do. Hallo, welkom bij een nieuwe video hier op Mike en Oom Chester. En vandaag heb ik voor jullie even een hele andere video, want ik ga een keer niet gamen, maar ik heb al een keer zo'n video gedaan waar ik liet zien wat er in mijn inventory zat. Dat ga ik nu niet doen, maar ik zou jullie weten, over 2 weken ongeveer is Call of Duty Black Ops 3 uit. En ik wil even eigenlijk Call of Duty Advanced Warfare al een soort van afsluiten. Nog niet helemaal, ik ga nog wel een paar keer uploaden natuurlijk, maar ik wil jullie gewoon eventjes mijn combat record laten zien natuurlijk. Dus we gaan gewoon op mijn ongechest account kijken waar ik het meest op speel. En zoals je ziet heb ik hier een KD van 1.92, een win-lose van 0.43. En dat is niet zo goed, want ik verlies ook heel veel potjes gewoon als ik solo speel. Score per minuut 384.73. Ik heb in totaal 41.292 kills, bijna 900 wins en een score van 4 miljoen, bijna 5 miljoen. En ja, laten we even hier kijken, gewoon nog voor de zekerheid. Hier zagen jullie ook net al wat ik een beetje had. Ik heb bijna 3000 games gespeeld natuurlijk. Ik ben bijna level over hier. Maar laten we even bij game modes gaan kijken. Zoals jullie zien heb ik heel veel domination gespeeld. Team damage en domination zijn ongeveer het meest gespeelde. Daarna searching is gewoon dat je daar gewoon heel erg snel in levelt. En voor de rest infected, hardpoint, kill from gun game, uplink, free for all. Momentum, ik heb 0 keer Capture the Flag gespeeld. Search Rescue ook maar 2 keer. Daar heb ik ook toevallig 2 wins van. En Momentum ook. En ja, dat was ongeveer wel een beetje. Hier zien jullie mijn wapens. Mijn favoriete wapens, de bal 27 op Serious 10 natuurlijk. Jullie zien ook hoeveel kills ik met de, ja, met de bal heb. Best wel veel namelijk. En daarna komt de ASM 1 natuurlijk. Er zit echt een heel groot verschil tussen de ASM 1 en de freaking bal 27 natuurlijk. Daarna komt de HWR 3. Dan heb ik niet zo heel veel bijzonders meer. Ik heb best wel veel kills. Maar ik heb minste kills met de, ja, kom op naar beneden hier. Geen heavy shield, geen mals, NA45. Ik heb nog nooit met dit wapen gespeeld. Echt nog nooit. En die heb ik wel 2 kills mee. Cell 3. Cauterizer ook wel. 4 kills met de AK. Want ik heb die wapens nog niet eens. En ja, die heb ik gewoon nog niet eens. Dus Call of Duty neemt me gewoon en wil die wapens niet geven. Zullen jullie hier zien? Heb ik 40 keer een spike drill gebruikt. Explosive drone maar 9 keer. Of 159 keer. Deze heb ik 156 keer. Maar dat kunnen jullie hier allemaal zien. En dit heb ik allemaal nog nooit gebruikt. Want ik gebruik deze dingen überhaupt bijna nooit. Ik vind het een beetje op Pokémon ballen lijken. En ja, ik gebruik die bijna niet. Scorestreaks heb ik wel altijd mijn vaste scores. Ik heb altijd UAV, System Mac en Warbird of Bomberun. Dan zie je hier ook staan. Dat zie je ook wel het meest gebruikte is. En voor de rest hier, ik heb deze nog niet eens gebruikt. En de Goliath heb ik ook nog nooit gebruikt. De Vulcan heb ik maar 2 keer gebruikt zelfs. En 3 keer gebruikt en 2 kills maar meegemaakt. Dus valt ook wel mee. Maar nu, jongens, dan gaan we naar de medals. En ja, we gaan gewoon eens kijken hoeveel visjes ik al heb gehaald en zo. Dus laten we gelijk helemaal naar beneden beginnen. Ik heb hier niet heel veel. Ik weet niet eens wat dit doet eigenlijk. Destroy 2 projectiles with extra trophies. Nee, die heb ik nog nooit gebruikt. Backfire, dan moet ik iemand anders wapen oppakken natuurlijk om daarmee te killen. Heb ik 70 keer gehaald. Think fast. Got a direct impact kill. Nee, heb ik ook nog niet gehaald. Zoals efficiency is dat je meerdere kills met 1 bullet maakt. Dead eye is als je een crossbow kill maakt. Boomerang is als je iemand met een spike drone killt. Maar niet schiet, maar je moet hem terughalen, laat maar zeggen. Incision is als je iemand stukt, heb ik 23 keer gehaald. Stick is stuk een enemy in een semtex. Precision is een explosive. Dat is toch hetzelfde? Volgens mij is dat hetzelfde. Maar laten we gewoon, jullie zien al de visjes in beeld komen daar zo. Crowd control heb ik 7 keer. Aerial supremacy 3 keer. Shield blast 1 keer. Blind fight 26 keer. Low blow 7 keer. Nerd dead kills 1435. Skewered 34. Dead from above 31 keer. Kingslayer 4896 keer. Point Blank 940 keer. 98 Unstoppables. 17 Vicious. 27 Brutals. 55 Relentless. 151 Ruthless. 408 Merciless. En 2032 Bloodthirsties. Gaan we door naar de Rabbit Punch. Heb ik er 112 van. Nog geen enkele killchain. Nog geen enkele ultra kill. Nog geen enkele mega kill. 1 super kill. 6 Frenzy kills. 21 Fury kills, 207 triples, 2000 dubbels ongeveer, ook 2000 skeet shooters, 3000 strafe
kills. Dogfights heb ik er bijna 700 van. One-shots heb ik er bijna 1700 van. Bijna 1300 buskills. 33 kerstjes suicide. 9 afterlife kills. Dat wil zeggen dat als ik al dood ben, diegene dan ook nog doodgaat. Ik heb 600 keer de preferred bloed gehad. 0 return to sender. Dan moet jij genaamd teruggooien als die naar jou toe wordt gegooid. 800 keer een puncture. Dan moet je penetration kill. Dat moet je dus door een muur heen schieten. Ik heb 4000 paybacks. 1000 longshots. Bijna 900 sapphires. 200 comebacks. En 4000, bijna 5000 avengers. En 2300 headshot. Nou, hier zie je de scoreschieks een beetje die ik meest gebruik. Bird of Prey natuurlijk, zoals jullie daar zien. Voor de rest is het niet zo heel veel. Anti-scoreschieks, hijjacker, dismantle. Ik heb er niet heel veel van in ieder geval. Meer game modes zien jullie hier. Countdown, dat is voor SMD. Je plant de bom. Hero heb je defused. Bomber laat je de bom afgaan. Vanguard, kill en defender. Dit krijgen, laten we zeggen, allemaal een beetje een search, team damage en kill confirmed. Zullen jullie daar natuurlijk allemaal zien. En dat was dan eigenlijk al een beetje mijn, mijn ding. Even kijken op welke plek mijn team damage staat. Op ja, best wel laag plek. Ik heb een gemiddeld KD van 1.94. Dat klopt, dat is natuurlijk mijn normale KD. 1100 assists heb ik, maar dat is best weinig. En hier zien jullie bijna 10.000 kills en 5.000 deaths natuurlijk. Laten we even bij Search and Destroy kijken. Ja, ja, daar heb ik niet zo heel veel kills, want ik speel niet al te vaak. Maar 169 plant en 32 defuses, by the way. En alleen Domination wil ik nog even zien. Waar staat Domination? Hier, joh. En daar heb ik 16.000 kills en 81. Dat is precies je KD van 2 ongeveer. Of iets minder dan nog 1.9, geloof ik. Maar ja, jongens, ik sluit hierbij de video af. Dus, mocht je nou even deze video laten of je blauw denkt, mogen achter nog 2 weken. En dan is het fucking Black Ops 3 uit. Daar heb ik echt ziek veel zin in. Dus jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. En hoop jullie het gezien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.